Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn jullie al doen? De boot aan het optuigen. Het is wel moeilijk. Je mist nog één klein dingetje hoor. Oh. Je moet er wel de achterkant heen halen. Ja, jullie hebben hulp gehad volgens mij. Ja. Van wie dan? Ja, van die meneer. Wie ben je? Hoe gaat het? Ja, goed. Ben je er weer? Even een eindsplitje maken hoor. Kijk, dames en heren, hij is ook gelijk aan het splitsen. Ja. Dat heeft hij geleerd uit het filmpje, toch? Ja, zeker. Maar het is een beetje oud lijntje. Als je dat filmpje wil zien, dat zat hier zo, hierboven. Oh, daar. Nee, de andere kant. Oh, hier. Ja, daar. Ja. Want dat is de landvast, of niet? Wat ja, is dat? Dat is het voorland vast, maar die rafelen wel eens uit. En zo met zo'n eindsplits erin. Stukken beter. Voorkom je dat? Nice. Nog even het roertje vastmaken? Ja. Wat is dat voor touwtje wat je hier vast hebt? Borglijntje. Omdat het roer zinkt, moeten we het vastbinden omdat als we in het water gaan, dat het roer niet overboord valt en dan... En dan van je boot... Ja, ja precies. Oké, okay. Hij blijft bij de boot. Ja. Nice. Maar ik moet dus even kijken waar ik... Ja, waar maak je maar vast dat borglijntje? Ja, dat weet ik even zelf niet. Wat jij dat hebt? Ja, aan het oogje aan de zijkant. Hier. Ah, hier. Oké. Okay. Ja. Jij hem al geborgd? Ik heb hem al geborgd. Ik hoorde net van je collega dat... Ja, nee, maar ik had hem gewoon even daar aan geborgd. Oké. Ja, dan gaan we de boot water in gooien. Kijk, dames en heren, daar gaat hij. Wat zie je. Wil je niet zien, dames en heren, maar daar waren die lasers waar we met waren. En die hebben altijd een boeitje bovenin, in de mast. Kijk, dit balletje. En dit balletje moet eigenlijk altijd boven in de mast zitten. Dat als de boot omvalt, point, dat de masttop niet onder water gaat. Want dan komt hij in de blubber en dan krijg je het moeilijk uit. Dus deze, nu blijft hij de mast altijd op het water liggen. Dan kan je makkelijk rechtop trekken. Dus deze gaan we bij die laser er even in doen. Kijk eens. Die is voor jou, hè? Dan kijk maar naar boven in je mast. Zit daar een balletje? Nee, hè? Deze gaan we erin doen. Oké? Oké. Kan je hem vangen? Ja. Dames en heren, we zijn even bij de katamarans. Oh, ik ben heel benieuwd wat daar gebeurt allemaal. Kijk, hoi. Hoi. Waar ben je? Je lijkt het niet. Dat is wel gek trouwens, want je bent bij het katamaran vlot en dan ligt er gewoon een vallen. Willen jullie stiekem ook op de katamaran zeilen? Ja. Is dat het? Of is er iets mis met de boot? Ja. Wat zeg je? Wat zei je? Oké, okay, ja, nee. Maar er komt nu wel een beetje wind, toch? Ja, een klein beetje. Daarom tuigen we erop. Ah, alright. Nou, als jullie weg kunnen, kunnen wij lekker daar aanleggen. Ja, hè? Ondertussen natuurlijk nog even van de zon genieten. Belangrijk. Stootwieletjes. Lekker, ja. Hatsie. Maar Stijn, wat zijn ze aan het doen? Ze moeten in een diabolo varen. Dat houdt in dat je aan de wind kan en ruime wind en alles daartussen. Dit is de diabolo. Je kan aan de wind, dat is deze lijn, ruime wind... En alles ertussen. En dan ga je keihard. Maar je hebt wel een beetje wind nodig staan. Ja, we ze gaan wel harder. We wel wat wind nodig. Kijk, ze gaan harder dan de valken achter. Hè? Kijk, zie ja, dat, dat sowieso. Die valken liggen bijna stil nu. Wij gaan nog wel enigszins vooruit. Je kan beter hier zijn, hè? Ja, je kan altijd beter hier zijn. De katamaran is altijd leuker. Ik zit hier op het. Kijk, dames en heren, ik zit hier op het achterdek van de Beert 1. We gaan daarheen, naar de jeugdboot, maar we moeten even grijpen. Dus we zijn klaar om te grijpen, uit. Ja, zeker, altijd. Klaar voor de grijp. Hatsie. Ja, en officieel moet je natuurlijk dan ook even de zwaardjes wisselen. Dat gaan we ook even doen. Patrick Kluivert. Oude Kluiver. Ja. Justin. Justin, als je meekijkt. Nou ja, we kunnen wel gelijk een bruggetje maken, Hubertje. Als het goed is, heb je vorige week ook gekeken. Heb je vorige week gekeken? Ik heb zeker gekeken, ja. Heb je natuurlijk gezien dat wij wel eens wat weggeven. En dit jaar hebben we een hele leuke nieuwe gadget. Waar is die eigenlijk? Hij ligt daar naast je. De popsokken, die wil je? Ja, die wil je wel. En om deze te winnen, wil ik weer wat weten. In het voorseizoen was ik op de Beert en toen heb ik de reeklif zien liggen zonder mast. En dat vond ik een beetje gek, want dat zie ik normaal. Normaal staat die mast er altijd op. En toen vertelde Dirk me en Erwin dat die mast eigenlijk
maar op één manier op de boot kan. Dat is namelijk recht van boven. Die kan je niet kantelen zoals bij een valk bijvoorbeeld. Ja, toen lag je dus plat op de reeklift. Toen dacht ik, nou ga ik even opmeten hoe lang die mast is. Hè? Anders kan je het nooit weten. Ik sta hier even met Dirk en hier ligt de reeklift met een mast plat. En ik had altijd wel willen weten hoe lang die mast nou precies is. Dus pak je even een meetlintje erbij. 12 meter 36. Dames en heren, dit is Floris van de Stok. Die had gereageerd op YouTube onder de naam Jack de Walen. Maar wat had jij gezegd dan? 1163. En hoe lang is de mast? 1163. 1236. Dan heb jij hem gewonnen. Dankjewel. Laat me niet in het water vallen, want dan... Applaus voor Floris. We hebben weer een nieuwe. En ik heb een, en een boei. We gaan over de boei heen, dames en heren. Maar dat maakt niet uit. En jij had net al een hele leuke prijsvraag. Ja, we zitten weer op een van de oudste boten van de Beert. De Beert 1. En daar hebben we net drie zeilen opgezet. Grootzeil, de Fok en de Kluiver. En nu is de vraag, hoeveel vierkante meter zeil hebben wij nu op de boot? Het tuigage van de Beert 1, hoe groot is dat? In vierkante meters? Inschatting, of een inschattingsvraagje natuurlijk. Mag er een paar centimeter bij zitten? Of naast zitten? Maar heb je het goed? Popsocket, kunnen we een paar tipjes geven? Het grootzeil is groter dan de Fok. Ja, en de Kluiver is weer iets kleiner dan de Fok. Dat klopt. Nou, succes! Als je het weet, laat even in de comments achter als je nog een leuk verhaal hebt over de Beert 1. Of je hebt een leuke ervaring meegemaakt. Of je hebt hem meegehad op weekend toch een keertje. Laat het even weten. Ja. Ben je ook op de vlog, meiden? Kijk, hier is de vlog. Dit is de vlogbank. Ja. Ga maar zitten. Ramers, ga maar zitten. Op de vlogbank. Yeah. Heb je wel eens gevlogd? Nee. Echt niet? Wacht, een TikTok, toch? Ja. En wie is eigenlijk? Dat is Emma. En dit is? Isabel. We hebben een leuk nieuwtje over Isabel. Want Isabel is vandaag... Ja! Yeah! Ja, vertel even aan de mensen hoe oud je bent geworden. 11. En hoe is je verjaardag? Leuk. Ja? Wat is er leuk aan? Ik mag zeilen op een feestboot. Die helemaal versierd is. Dat is toch cool? Ja, en je krijgt allemaal snoepjes. Is dit de eerste keer dat je jaar bent op de Beert? Ja. Is dat leuker dan thuis of minder leuk? Leuker. Leuker? Ja, toch? Maar ja, je hebt niet je broertjes, dus je papa en mama niet een cadeautje geeft 's ochtends. Hoe heb je dat volgende week doen? Oh, dit ga je volgende week doen. Oké. Okay. Volgens mij was er net een kleine verrassing voor jou toen we weer terugkwamen op de Beert, of niet? Mijn ouders kwamen even langs. Ja, wat kwamen die brengen? Hoe heet het? Iets lekkers. En wat gaan we met dat lekkers doen? Uitdelen. Hey! Oh. Hoi! We gaan even rustig chill zitten. Wat zijn de chillste plekken om even te chillen bij de Beert? De bank. Laat eens even zien. Wat is de chillste plek om te chillen? De picknicktafel. Ja, deze? Ja. Op de tweede. Wat is eigenlijk een vogel? Zo, dit is een vogel. Ja. Kikkerdief. Kikkerdief. Ja, die vliegen hier. Zie je ze wel eens vliegen hier? Zo laag over het water. Ja, hier langs dat rietkraagje. Dan vliegen ze 's ochtends vroeg altijd. En die jagen op de muizen. Die lopen achter in het riet daar. En soms zie je ze zo zweven en ik bam. Dat is wel vet. Moet je morgenochtend maar checken. Dan zie je ze sowieso. Wacht even, Hubert, kom eens. Hubert heeft hier ook gewerkt. Maar Hubert heeft nog een talent. Naast dat hij wel veel weet van bootjes en zo. Hij heeft een talent dat hij heel veel van vogels weet en zo. Van vogels? Ja. We hadden het toch net over die... Hoe heet het ook alweer? Hoe heet die vogelhuip? Kikkerdief. Ja, dat is het. Ik zei net, Hubert heeft nog een talent naast zeilen en varen. Kan die ook heel goed... Vogels spotten. Yes. Wat zien wij hier nou wel eens vliegen dan, Sokker? Nou, eigenlijk de hele middag zie je de kikkerdief. Net over de rietkraag. Dat is een roofvogel. Heel veel mensen denken dat het een buizerd is, net als Joost. Maar de kikkerdief die heeft grijze vleugels met donkergrijze vlakken aan de punt van de vleugels. En die gaat over het riet. En dan zoekt hij naar jonge vogeltjes die in het riet zitten. Dat zie je. Ja, hij heeft gewoon zijn eigen vogels. Ja. Maar hij is ook die kikkerdief. Die komt ook wel eens bij de buurman hier, hè? Ja. Gisteren liep ik hier ook en toen zag ik daar twee kippen lopen. Ja, en ik dacht, ik ga er even naartoe een foto maken. Het schijnt dus dat die kikkerdief ook wel wat kippenlust. Ja. Ja. Dus tegenwoordig zijn twee kippen. De McNugget en McChicken. En McNugget die heeft niet tegen McChicken gezegd, je moet een beetje oppassen voor die kikkerdief. Dus we blijven achter de ren, dus ver weg van het water. Hello. Nu hebben ze geen last meer van de kikkerdief. Kikkendieven. We hebben het over vogels. Ah, leuk. Over de kikkerdief. Kikkendief. Want wat is kieken? Kijken. Kuiken. Kuikendief. Oh, hij steelt alle kuiken. Hij steelt alle kuiken. Oh, wat kuikenduif. Yeah. Oh, wacht even, er gebeurt hier iets. Dit zijn een kleine rollen van Inside. Wat is er gebeurd? Ik weet niet.
waar echt... zaten jullie spullen of zo? Oh, waarschijnlijk waren ze wat aan het zoeken. Jullie kamer. Nee, ze slapen niet op jullie kamer, toch? Is er een overloper aan de gang? Een kikkendief. Een kikkendief. Ja, die was de spullen aan het jatten is. Maar hoezo heb je er niks van gezegd? Ze gingen meteen weg, dus ik dacht, oké. Okay, weet je wat we gaan doen, dames? We gaan even de kikkerdief opsporen. Mm. En dan sluiten we nu even de vlog af. Bedankt voor het kijken. Ja. Doei doei! Op zoek naar de kikkerdief. Abonneer. Subscribe. En dat duimpje. En druk op het belletje als je nog vaker. Oh ja, dat belletje. En als je popsockets wil winnen, wil weten hoe groot de tuig is van de Beert 1. Mag ik gokken? Tuurlijk, schrijf me in de comments. 240 vierkante meter. Oh, heel groot, hè? Nou, ik denk dat dat niet eens zo gek is. Wat denk jij, Kiki? Ja, ik denk ook iets. 300? 300 vierkante meter. Ja, we gaan het zien. Schrijf het in de comments. Niet, maar we kunnen het wel, hè? Ja. Wij gaan er vandoor. En ik zie jullie volgende week. Doei! 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 Doei, dames. Doei! Pakken jullie de dief? Ja!